was bijna kerstmis. De straten waren versierd met sterren en lichtjes en overal stond wel een mooie kerstboom in huis. In een van die huizen woonde een leuk gezin. Mama, papa, Luc en Luna. Ze hadden ook een klein wit hondje, Missy. Haar allerliefste baasje was Luna. Ze ging elke dag met Missy wandelen en dan speelden ze met de blauwe bal op de wei of renden samen door het park. Die twee waren gek op elkaar. Luna zat in groep 3 van de basisschool en had een superleuke juf, Floor. Juf Floor wilde elk jaar met kerst een dansoptreden doen. Een man van Winter Wonderbeek hoorde dat er voor haar. Juf Floor, zou jij het leuk vinden om met jouw klas op de markt van Prinsenbeek op te treden? Bij de grote vertelkerstboom. Dan komen er veel kinderen kijken en dan wordt het vast gezellig. Floor dacht even na en zei toen: nou, eerlijk gezegd lijkt me dat geweldig. En misschien kunnen de kinderen die komen kijken dan wel meedoen. En zo gebeurde het. Juf Floor oefende met haar klas en alle jongens en meisjes vonden het prachtig. Voor het optreden zouden ze allemaal iets roods aantrekken, want die kleur hoort bij kerst. Kerstmis was, wilde je voor die middag nog één keer met de kinderen op de markt oefenen. De papa van Luna kwam ook naar het dansje kijken en Missy, het witte hondje, mocht mee. Maar wat niemand wist, was dat er een paar grote kinderen knalvuurwerk afstaken in een hoekje van de markt. Missy was erg bang van vuurwerk. En toen ze de harde knallen hoorde, stond ze te trillen op haar broodjes. Wat jammer nou. Maar even later hoorden grote kinderen knalvuurwerk vlakbij de dansende kinderen en renden daarna heel hard weg. Och, wat gevaarlijk. En wat er toen gebeurde was echt niet leuk. Missy schrok zo van die harde knallen en lichtflitsen dat ze zich opeens losrukte en er keihard vandoor ging. Ze rende en rende, ging over de straten, stoepen en pleinen en dwars door tuinen heen. Och, wat was ze geschrokken. Maar papa en Luna waren ook geschrokken. Hun hondje Missy was weggelopen en nergens meer te zien. Juf Floor stopte meteen met dansen en zei: Luna, zullen wij jou helpen met zoeken? Want jouw hondje zal wel bang zijn zo alleen. Luna, die haar dikke tranen wegpinkte, knikte met haar hoofd. Iedereen ging op zoek naar Missy. Ze keken achter muren, tussen auto's en in duinen. Maar ze vonden niets. Toen het bijna donker werd, ging iedereen teleurgesteld naar huis. De hoge straatlantaarns zorgden voor helder geel licht en verlichten de weg. Luna huilde dikke tranen en zei: maar wat als Missy niet meer thuis komt, papa? Dan is ze heel alleen en heeft ze geen eten of drinken. Ze zal vast wel bang zijn. Dat vind ik zo zielig. En ik wil geen kerst vieren zonder haar. Waarop papa zei: ja, zo zie je maar dat met vuurwerk spelen best gevaarlijk kan zijn. Ook dieren kunnen ervan schrikken zoals nu. We kunnen maar niets anders doen dan afwachten. Morgen zoeken we verder en hopen haar snel terug te vinden. Die avond zat heel de familie bij de gezellige open haard. Maar Luna kon zelfs niet genieten van warme chocolademelk en kerstkransjes. Even later kroop ze in bed onder haar warme roze deken. Missy had al een tijd gelopen. Ze werd moe en zocht een slaapplek. Maar plotseling begon het ook nog te sneeuwen. Missy dacht aan haar warme wandje, een lekkere pak met voer en haar vrouwtje Luna. Ze verstopte zich in het donker tussen de bosjes en probeerde wat te slapen. Volgende ochtend dronk ze wat van de gesmolten sneeuw en ging op zoek naar de markt met een grote groene kerstboom. Daar was ze voor het laatst met Luna en papa geweest. Missy had een goede speurneus en na
lange tijd kwam ze uiteindelijk op de markt aan. En ja, daar stond de kerstboom met zijn glinsterende ballen. Maar Missy had honger, voelde zich alleen en ging onder een grote reuzenboom liggen. Ik zou ze vandaag al lang nog terugzien. Vandaag is het echt kerstmis. En het is ook de dag dat Luna met haar klas en juf voor een dansoptreden gaan doen. Die nacht had Luna slecht geslapen. Ze dacht steeds aan Missy. Na het kerstontbijt liep iedereen haar wangen bij. Daar moet ons optreden. Alle mensen gingen verbonden om een mooi verlichte reuze kerstboom staan. En juf voor zei: lieve jongens en meisjes, wat zien jullie er prachtig uit in jullie mooie rode danskleren. We gaan zo beginnen. Maar Missy, het witte hondje van Luna, spitste haar oren. Ze herkende de stem van juf voor en hoorde de kinderen. Zou haar vrouwtje Luna daar ook bij zijn? Missy stond snel op en ging op onderzoek uit. Ze snuffelde. Ja, daar zag ze haar vrouwtje Luna. Missy begon meteen luid te blaffen en te kwispelen met haar staartje. Ze sprong tegen Luna op en haar meteen dolblij begon te aaien. Ja, wat waren ze blij. Missy, het vermiste hondje, was weer terug. Nu tot het kerstfeest was het echt beginnen. En kon alles weer goed gaan. De kerstboom deed al zijn verkleurde gisteren. En schitterde als woorden te boren. Toen zei je voor: lieve kinderen, zodra je de muziek hoort, mogen jullie allemaal meedansen. Je mag springen, ronddraaien, in je handen klappen, met je armen zwaaien, wat je maar wilt. De klas danst met jullie mee op deze vrolijke kerstmuziek. Veel dansplezier! Kerstdansje. Dat hebben jullie knap gedaan. Ik ben trots op jullie allemaal. En dan nu, lieve grote en kleine mensen, wil ik jullie graag een heel fijn en gelukkig kerstfeest toewensen en een mooi 2024. Ik hoop jullie hier volgend jaar weer terug te zien. Dag, lieve allemaal.